Vandaar dat ik ook wel uh, aan de ene kant wel verrast was dat het uh, met name in de eerste helft van de bekerfinale dusdanig hoog was. Dat ik dacht van, uh, waar zit ik naar nou te kijken? Ja, wat natuurlijk opvalt is dat je een aantal spelers niet selecteert. Die, die hebben eigenlijk allemaal een link met Ajax. In ieder geval vijf daarvan. Wat zegt dat over hoe jij kijkt naar, naar Ajax en naar het niveau van Ajax dit jaar? En misschien ook wel een beetje hun instelling? Nou, het, liefste, het liefste kijk je altijd naar uh, één fitheid en, en twee uh, niveau van spelen in vorm zijn. Uh, ja, dat lukt niet altijd, omdat het ook te maken heeft met, met posities. Op de ene positie is meer concurrentie dan de andere positie. Maar het is duidelijk natuurlijk dat uh, uiteindelijk de selectie uh, in algemene zin gebaseerd is op uh, wat ik gezien heb. En, en, wat ik uh, zag in de week uh, in maart. En, en dan heeft ook uh, uh, vorm uh, absoluut te maken met, uh, de, met uiteindelijke keuzes. En, en dat klopt wel, natuurlijk, wat jij dan, uh, de naam van de club die jij noemt. Dat heeft natuurlijk wel te maken dat je nu op dit moment voor deze selectie minder spelers kiest van Ajax. Ja. Uh, zeg nooit nooit in voetbal, maar dit voelt wel een beetje als een toch wat definitieve breuk met Jasper Sillissen. Klopt dat? Nee, dat klopt niet omdat wij gewoon voor deze Nations League voor de drie beste keepers hebben gekozen. Maar ik kan me voorstellen dat je toe wil naar wat rust rondom de keepers, want dat is eigenlijk al jaren gedoe. Ja, tuurlijk. tuurlijk wil je... Maar dan zijn we er ook niet heel snel weer bij halen, denk ik dan. Nou, dat hangt er vanaf, want uh, dit is uh, einde seizoen. En we gaan straks uh, het nieuwe seizoen in en, en dan gaan we kijken. Maar we hebben nu duidelijk gekozen en, en niet gekozen voor Jasper uh, vanwege uh, zijn vorm. Noppert zit er wel bij. Hij heeft natuurlijk nog niet heel veel wedstrijden uh, gekiept. Was dat voor jou wel duidelijk, die ga ik er sowieso wel bij halen? Nee, dat, was, dat is pas eigenlijk op het laatst besloten. Want uh, we waren redelijk op de hoogte. We hebben ook altijd contact gehouden. En dan met name Patrick Lodewijks met, uh, met Andries. En op een gegeven moment waren we op de hoogte van uh, dat hij de laatste wedstrijd van het seizoen zou gaan kiepen. Tegen Cohet, dacht ik. Ja. En euh, nou ja, dan was het nog wat afwachten. Halen ze play-offs? Krijg hij nog twee wedstrijden? En dat, dat paste in het plaatje voor ons en, en zeker voor mij. Want in maart was hij geblesseerd, anders had hij er ook bij gezeten en, en, en misschien ook wel gespeeld. Ja, laatste ding. Um, Berghuis, had hij erbij gezeten als hij niet in dat incident terecht was gekomen? Nee. Dat heeft gewoon met vorm, met intensiteit, met blessures te maken. Ja. Uh, Jeremy Frempong is, uh, uh, is er niet bij. Nou, je hebt al een keer eerder aangegeven dat dat in het systeem, ook wat jou betreft, niet zo past, uh, verdedigend gezien. Nee, heeft hij ook voor Jonge Oranje bedankt, omdat hij teleurgesteld is? Snap je dat? Nee. Wat vind je ervan? Niet goed. En heeft dat gevolgen dan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dit niet uh, oké. Okay. Jonge Oranje speelt een EK. En als de speler zelf in kwestie denkt dat hij uh, dat niveau is ontstegen. dan denk ik dat je, dat je de verkeerde beslissing neemt. Je ja. uh, generatie en oud-ploeggenoot van Basten heeft nogal de noodklok geluid over allerlei wangedrag in het voetbal. Uh, hoe, hoe, hoe is jouw mening daarover en wat, wat zou er moeten gebeuren? Nou, wat Marco heeft altijd wel, uh, wel goede ideeën. Ik weet niet of al zijn ideeën gedurende zijn periode bij de FIFA. Uh, of daar echt naar geluisterd is. Maar het is duidelijk natuurlijk dat uh, ik stoor me ook aan. Uh, als je wedstrijden ziet. En, en, en als je toen de bekerfinale zag. Uh, heb ik ook me gestoord in de eerste helft. aan, aan, aan gedrag. He, uh, het constant bezig zijn met elkaar. Het constant bezig zijn met de scheidsrechter. Ja, uh, ik praat daarover met spelers. met mijn team. Want ja, ik, ik hou daar niet van. En, en als Marco zegt van uh, een goede regel is uh, om dat alleen over te laten aan de aanvoerder... Nou, uh, laten we het hopen en uh, laat het maar gebeuren. Want ja, constant. En nogmaals, ik zie, ik zie dat veel meer in het buitenland, in Spanje, Italië, noem maar op. In Engeland zie je het ook bijna niet. En, en, en ja, van, vandaar dat ik ook wel uh, aan de ene kant wel verrast was dat het. Uh, met name in de eerste helft van de bekerfinale dusdanig hoog was dat ik dacht van waar zit ik naar nou te kijken?